Eigenlijk op 7 februari had deze wedstrijd gespeeld moeten worden. Toen was er code rood vanwege de weersomstandigheden. Henk Vrezer heeft het steeds over code oranje voor Sparta. Als men kijkt naar de ranglijst en de vorm, als dat voor Sparta geldt, dan geldt het ook voor VVV. Want die staan 2 punten onder de ploeg van Vrezer. Het zijn in ieder geval 2 ploegen die absoluut niet in vorm zijn. VVV verloor inclusief de beker 6 keer op rij. Sparta won al 8 wedstrijden op rij niet. Misschien wel daarom wat veranderingen in de achterhoede bij VVV. Na de 6-0 nederlaag tegen Feyenoord. Swinkels in de basis en Christian Koem. Koem links achterin in plaats van Schäfer. Swinkels houdt Gelmi op de bank. Middenveld met Postjabani en Donis. Christos Donis. En voorin Jacuro Roemer met een basisplaats. Arias in de spits en Joshua John vanaf de linkerkant. Aardig wat afwezigen dus bij VVV. Yakumaki is de belangrijkste. Maar ook Anastasios Donis. Kouwara en Van Krooi ontbraken tegen Feyenoord. Die laatste twee zijn er wel weer bij op de bank. Vito Van Krooi hebben we het dan over. Scheidsrechter is Christian Baks. Aanvoerders beide met nummer 6. Danny Post en Adil Awassar. Sparta kreeg een domper te verwerken tegen Emmen. Door die hele late gelijkmaker waar hij en ook zijn aanvoerder wel wat over te zeggen hadden. De basisopstelling blijft hetzelfde als in die wedstrijd. Ondanks het feit dat Jeffrey Fortes terug is van een schorsing. Okoye, Abels, Vriends, Beugelsdijk, Meijers. Achterhoede Haroui, Duarte, Awassar en Burger op het middenveld. En Engels en T voorin. Aros Duarte. Het enige doelpunt maakte tegen Emmen. De eerste van het seizoen voor hem. Hier met de lange bal. Dat is een uitstekende bal naar Burger. Die krijgt alleen die paas niet onder controle. Goede loopactie van Wouter Burger. Een uitstekende paas ook van Duarte. De controle laat Burger daar in de steek. Het is geen hele ernstige blessure die Yakumakis heeft. Het is een beetje oververmoeidheid. Door het drukke programma de laatste weken. Duarte. Niet langs Da Graça. Shabani. Donis. Shabani. En Joshua John. Niet zo heel veel in het stuk is voorgekomen. En hier makkelijk van de bal wordt gezet. En een gelukje alsnog Post. En Roemer. Dat is best een aardige voorzet. Daar is Arias. En een kopballetje. En de complimenten voor Jacuro Roemer. Goede versnelling en een goede voorzet. Het eerste moment van opwinding namens VVV. 5 wedstrijden op rij verloren in de competitie. Hans de Koning en VVV. Wel tegen relatief sterke tegenstanders, maar ook met wel heel veel tegendoelpunten. Duarte. De bal van Awassar naar Burger. Daarmee 2 man van VVV uitgespeeld. En een flinke beuk bij T. Awassar richt zich op Baks. Sowieso is er verzorging nodig voor Lennart T. De voorzet van Burger. En Koem die daar man en bal speelt. En vol in de rug knalt bij T. Awassar en Burger. Da Graça houdt binnen. Post. Daar gaat Roemer. Die is in principe sneller dan Meijers. En dat bewijst hij hier ook. Roemer. Moet hij het zelf doen? Of wacht hij op aansluiting? Dat doet hij. En dat is een uitstekend blok. Op die poging van Donis. Blok van Abels. Die zich echt met zijn hele lijf en zijn hele hebben en houden ervoor gooit. Dit is de kracht van Jacuro Roemer. Zijn snelheid. Is Meijers te slim af. Legt hem ook keurig klaar. Het is gewoon uitstekend verdedigd door Dirk Abels. Awassar is toch niet helemaal lekker of heeft ergens last van. Nee, die gaat er vanaf zo te zien, want is al bezig de aanvoerdersband los te maken. De band naar Vriends en Deroy Duarte die Awassar gaat vervangen.
Maar eerst naar Engels. Lekker gedaan door Engels. Swinkels. En Burger. Kiest niet voor het schot, maar kiest voor Abels. Die kiest wel voor het schot. En dan blokt Swinkels en levert Post de bal in. Het is een ongelooflijk cliché. Sorry daarvoor, maar deze wedstrijd heeft echt gewoon het doelpunt nodig. Om opengebroken te worden. Nou, Ros Duarte. Voordeel gegeven door Baks. Dat is goed gedaan, want Sparta kan verder met Haroui. Haroui, lastige hoek, maar toch nog Kiersbaum tot een redding gedwongen. En zo waren een serieus schot op doel. De beste kans van de eerste helft. Burger. Tenno Duarte. Ook ruimte voor het schot. De poging van Haroui. Zo even was gevaarlijker. Zit er redelijk ontspannen bij de koning. In ieder geval een stuk relaxter dan Vreese. Ja, dit is ook een beetje de stijl van beide heren. Sven Meijndans. Die gaat in de ploeg komen voor Deroy Duarte. Ja, dat is toch echt het nummer dat omhoog gaat. Dat is opvallend. Die viel in de eerste helft in. En gaat er nu dus weer vanaf. Was de vervanger van Awassar. Die er ook al geblesseerd uit moest. Dat is toch een opvallende wissel. En ook VVV heeft gewisseld. Daar is Vito van Krooi in de ploeg gekomen. Moet even scherp zijn zo aan het begin van de tweede helft. Shabani is naar de kant gehaald. Vito van Krooi dus eindelijk weer terug. En Deroy Duarte heeft een blessure opgelopen aan het einde van de eerste helft. Dat is de reden dat hij er weer uitgehaald is. Die bal stuit het door, van Krooi nog bijna. Het levert VVV een hoekschop op. Van Krooi. Swinkels met de omhaal. Dat is nog een redelijke poging. Al had Okoye al lang gezien dat hij op het dak van zijn doel zou vallen. Donis, Roemer en Van Krooi. Met wat ruimte. Burger in de achtervolging. Van Krooi gaat het proberen. En daar is dan eindelijk een schot op doel van VVV. Na dik 2 uur voetbal in deze wedstrijd en die tegen Feyenoord. Misschien ook niet heel gek dat dat dan wel een teruggekeerde speler is. Een creatieve speler die hier nodig gemist werd. Van Krooi. Goeie bal naar Joshua John. Is weg bij Wijnands en heeft nu de kans voor het schot. En er zit een lekkere zwaai aan die bal. Waardoor Okoye er moeite mee heeft. Voorzet. Ploft bij de tweede paal. Daar was nou net niemand van VVV. De thuisploeg begint uit zijn schulp te kruipen. In de tweede helft. Naar binnen komen van John. Een heerlijk wegdraaiend die bal. Het is een goede redding van Okoye. En Donis. Post. John. Voordeel. Van Krooi. Naar Roemer. Er is alleen Arias vooralsnog in de 16. We komen nu Van Krooi en John er ook bij. Is dit een lekkere beweging van Roemer? En het wippertje richting Van Krooi. Die hem van heel laag op doel komt. En dan ligt daar in de 16 nog iemand met pijn. Kunt u zien en horen. Volgens mij is het Donis. Inderdaad. Nou, het probleem zit bij de enkel. En volgt de Griek met een blessure. Als ze elkaar bij Sparta oppeppen om deze corner te verdedigen, willen ze bij VVV toch wel graag eerst de vervanger van Donis binnen de lijnen brengen. En dat is Simon Jansen. Hoekschop van Krooi is goed. Da Graça. Maar half. En dan opgeruimd. Dus, sinds begin van het nieuwe jaar 3 Grieken bij VVV. Dan zijn ze alle 3 geblesseerd nu. John. Prima bal met links. En daar is de kans. En dan schiet hij hem notabene tegen Donis aan die daar behandeld wordt. Van Krooi. Die arme Donis
Het is een geweldige voorzet van Joshua John. En van Krooi. Dit verzin je niet. Nou, het is altijd een mooi gezicht, die trap. Maar hij kan ook heel vervelend en lastig zijn. In dit soort gevallen. Roy Gelmi gaat zo komen bij VVV. Dan denk ik dat Swinkels eraf gaat. Die hier nog wel een keer achter die aan moet. Kijken of die wissel niet te laat komt voor VVV. Want hier is de eigen goal van Da Graça. Uit de voorzet van T. Het is zeker geen buitenspel. T is hier gewoon eerder bij de bal. Het is ook gewoon een hele goede paas. Daar kan je Swinkels niet zoveel kwalijk nemen. Ja, Da Graça loopt er tegenaan. Dat had hij misschien niet moeten doen. Maar ja, als hij hem niet raakt, dan staat daar ook Emega om die bal binnen te tikken. Het is een beetje pech voor VVV en een beetje geluk voor Sparta. Maar goed, geluk dwing je ook af. Dan dreigt de 7e nederlaag op rij. Meijlands gaat hem richting de tweede paal draaien. En daar wordt toch een overtreding gemaakt op Beugelsdijk. Dat vindt Beugelsdijk zelf ook. Maar goed, die is niet helemaal neutraal. Maar ik kom ook niet aan de indruk onttrekken dat Beugelsdijk daar aan het shirt werd gepakt door Gelmi. Wellicht hier beter te zien. Dan is het wel heel licht. Te licht misschien voor een strafschop. Het leek erger dan het was. Koem. Aangeraakt die bal. Duarte. Joshua John. Koem weer terug naar John. Koem dan maar in één keer de 16 in. Van Krooi. Aan het hoofd geraakt. Post met een vrij aardig schot nog. Koem eraf en Hunter erbij. Dat is een aanvallende wissel. Da Graça. Emeka doet dat handig. Hij krijgt de bal bij die hard geschoten. Kiersbaum. Die bal nog onderweg van richting zag veranderen. Niet door het toedoen van een andere speler, maar door het effect wat erin zat. Meijnans. Naar Tie. Handig ervoor en een handig hakballetje ook. Meijnans naar Fortes. Hey, tegen de paal. Heel hard geschoten door Jeffrey Fortes. Die natuurlijk nog wel wat goed te maken had na die dramatische invalbeurt tegen Willem II. 4 minuten blessuretijd, minimaal. En dan is er voor Fraser eindelijk weer een overwinning binnen. Als er geen doelpunten meer vallen voor VVV. Beugelsdijk met Gelmi. En die bal bij Vriends. Emega legt hem klaar voor Haroui. Kiersbaum kan niet klemmen en heeft de rebound ook. De rebound van Tiet die in buitenspelpositie stond. Maar het mag verder van Bax. VVV heeft natuurlijk haast. Lange bal van John. Bal nog binnen. John naar Hunten. Is voorbij Vriends. Abels in de achtervolging. Hunten. En die bal scheert voor het doel langs van Krooi. Pasionik. Jans op de 16 daar. Klaarleggen voor Post. Het is heel druk daar. Post wordt aangetikt. Hoort hij daar geen vrije trap te krijgen. Bax kijkt ernaar, is er niet van onder de indruk. En daar gaat de VAR ook geen verandering meer in brengen. Dus blijft bij een ingooi. Van Krooi. Roemer. Daar is Arias, daar is Hutte. En de redding van Okoye. De ultieme redding van Maduka Okoye. Op dat stuiterballetje. Dat denk ik door Hunten voor het laatst geraakt werd. Kijk naar de vreugde bij Sparta, bij Okoye vooral. Die er in de slotfase een hele belangrijke bal uithield. 3 hele belangrijke punten. En Da Graça is de slemiel door dat eigen doelpunt. VVV verliest opnieuw. Inmiddels 7 keer op rij verloren. Het hunkert. Naar de terugkeer van topscorer Yakumakis. Misschien tegen Fortuna.
Tegen Sparta was hij er niet bij. En scoorde VVV opnieuw niet